dat eerst toe in maximaal 3 minuten. En daarna wordt het overhandigd aan de heer Bouwmeester. En daarna kunnen leden van het AB kort eventuele verhelderende vragen stellen. Gaat u gang, meneer Rustma. Ja, dank u wel. Ik kom met een voorstel ergens voor. Ik reageer niet ergens op, maar ik ben ergens voor. En volgens mij, maar ik ben altijd optimistisch, is het ook budgetneutraal. Het kost alleen wat tijd van de mensen die toch al op de loonlijst staan van de gemeente. Hopelijk niet te veel. Maar als het een succes is, dan bespaar je ook heel veel. Omdat je heel veel minder mensen nodig hebt van de recycling en mensen van de reiniging. En mensen zelf afval weg laat brengen naar het stadsdeelwerf. Ik weet niet of iedereen weet waar dat is, maar daar ergens bij de bouwmarkt in de buurt, bij de Praxis en de recyclewinkel enzovoort, daar gaan alle veegkarretjes naartoe. En dat lijkt mij een ideale plek om een grote container neer te zetten, waar buurtbewoners, iedereen uit West, op de fiets afval naartoe kan brengen. Want, en dat waren ook de reacties op mijn voorstel, nu zit je vaak met je vuilnis opgescheept. En je zou er formeel dan mee naar de Seineweg 1 moeten. En dat is een heel eind fietsen vanaf West de Rimboe in, zeg maar. Ook heel veel dingen kan je niet eens fatsoenlijk recyclen. Nou, dat is wel mogelijk als je daar één container neerzet waar je praktisch alles wat maar te recyclen is naartoe zou kunnen brengen. Je bakfiets met laat je vol met weet ik veel, gipspuin of zo, of een oude televisie, of je zet je oude stofzuiger achter op de bagagedrager. Maar je zou ook daar naartoe moeten kunnen voor je medicijnen, je oude verf, allemaal dat soort dingen. Op internet reageerde men heel enthousiast daarover. En ik heb het ook als Stem van West idee geopperd, helemaal in het begin, toen Stem van West net open ging. En daar haalde ik ook snel iets van 140 steunbetuigingen. Alleen ik werd gepasseerd door iemand met een idee over een groene bekleding van de ring met 400-500, ik weet niet precies hoeveel steunbetuigingen. En rust maar daardoor, even nog 1 minuut. Ging mijn Stem van West idee hier niet naartoe. Daarom heb ik mezelf uitgenodigd met een petitie. Ongeveer 7500 tekeningen. De overgrote meerderheid komt uit Amsterdam. In het begin zitten er nog wat mensen bij die van buiten Amsterdam kwamen, maar die hebben wel een link met Amsterdam in ieder geval. In ieder geval ook uit West, de meeste mensen, de namen die ik herken. Er is een risico dat het ook veel mensen uit het centrum aantrekt. Want die zitten helemaal omhoog met hun vuilnis. Die hebben geen grof vuildag meer, leerde ik vandaag. Dank u wel, meneer Rustma. Mevrouw Ulitski gaat namens het dagbestuur de handtekeningen ontvangst nemen. En daarna kan het AB korte vragen stellen als zij dat willen. Nou, de vraag was, je bent wel een showman. De vraag. Ja, nee, precies. Ja, heel goed, heel goed. De vraag die ik stelde buiten de microfoon om was hoeveel handtekeningen, want dat had ik even gemist. Maar 76 handtekeningen, ja, ga maar zitten, decorum, ja. 76 handtekeningen, klopt dat, meneer? En 140 via Stem van West. Ja, dat maar klopt. Dat waren echt mensen uit Amsterdam en de ondertekenaars hiervan, die kwamen overal vandaan, is mijn indruk. Goed, dan begrijp ik, dan zag ik als eerste mevrouw Vieverich met een eerste vraag. Niet meer? Toch wel? Ja, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag ging ook over die aantallen opgehaalde stemmen. Want nu heeft u er dus op de Stem van West 140 gekregen en krijgt u er op deze petitie 76. Mijn eerste vraag is natuurlijk, weet u of daar sprake is van overlap of kunnen we dat bij elkaar optellen? En mijn tweede vraag is, hoe verklaart u nou dat u in het ene geval meer handtekeningen krijgt dan in het andere? Stem van West trekt
Amsterdammers uit West die de buurtkrantjes lezen en komen kijken wat daar gebeurt. En ik was helemaal in het begin, was een van de eerste initiatieven en ik kreeg hun stemmen. Voor de petitie heb ik zelf campagne moeten voeren. En dan strandt het in mijn eigen internetbubbel van mensen die mij volgen. En er zijn ook heel veel mensen bij die wonen niet in Amsterdam-West. En vandaar. Ik zie dan mevrouw Rodekerk en daarna de heer De Graaf. Ja, hartelijk dank voor uw inspraak. Het maakt ons niet heel erg uit of er overlap plaatsvond in de stemmen. We vinden het gewoon een heel goed idee om meer recyclemogelijkheden mogelijk te maken. We horen ook graag hoe de portefeuillehouder over denkt. En wellicht ook wat meer informatie over hoe de gelegenheden er nu zijn, hoe die gebruikt worden, zouden we ook wel heel erg op prijs stellen. Dus wellicht is het mogelijk om daar ons wat informatie over toe te sturen. Dan de heer De Graaf. Ja, dank u dat u hier bent. Ik vind het ook heel leuk om u eens een keer in het echt te zien. Want u bent de meest actieve stem van Wester van het Stadsdeel. Volgens mij wekelijks plaatst u alweer een nieuw plan voor het Stadsdeel. Nou, dat doen wij u niet na. Dus dat, het is mooi dat u hier bent. En het is deze keer niet gelukt om een agenda te agenderen voor de stem van West, omdat er de laatste maanden niet een idee met meer dan 100 stemmen binnen de termijn het heeft gehaald. Dus ik ben heel blij dat hopelijk op deze manier alsnog het lukt om toch een idee dat uit de stem van West is voortgekomen op de agenda te hebben hier vandaag. Dus ik ben erg benieuwd naar de reactie van het DB hierop en hoe we hiermee aan de slag kunnen. Dat was wel een erg lange inleiding voor een vraag, meneer De Graaf. We gaan naar het dagelijks bestuur, want die gaat reageren op de vragen die mevrouw Rodekerk en de heer De Graaf hebben gesteld. Ja. Ja, dank voorzitter. Meneer Rustema, nogmaals, dank voor de petitie. Het is echt heel leuk. Wij, een van de indieners, een van de ondertekenaars staat bij functie. Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien. Kan die, zeg maar. Ja. Dus het is echt heel mooi. Ja, natuurlijk gaan we het gesprek met elkaar aan en kijken wat we kunnen. En ook wat we niet kunnen en wat oplossingen er dan zijn om die obstakels weg te halen. Maar ik ga met heel veel liefde met u het gesprek aan. We zijn al bezig met een project Waste Lab, vooral in Oud-West. Dat is dit natuurlijk al. Dus ik ga u heel snel deze week nog, gaan we bellen en dan gaan we koffie drinken en dan gaan we hierover doorpraten. En dan informeer ik uiteraard ook het AB over de voortgang van dit verhaal en ons gesprek. Dus hartelijk dank voor de petitie namens het hele AB, denk ik. En tot heel gauw. Ja. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Nou, we noteren dat er binnen een week dus contact is. Ik neem aan dat er ook een terugkoppeling naar het AB daarvan komt. Mevrouw Litschi. Ja, die komt er. Dan gaan we weer naar mevrouw Leijderiets, maar nu over een ander onderwerp. Die spreekt in namens de